Ja. Mijn moeder is er dus al. Maar ik sta stil. Waarom? Ga rijden. Ja, nou, er is geen benzine in de tank. Is er iets dat jij wel kan? Fuck dit. Godverdomme. Ja, maar, nou ja. Maar lief, jij had als laatste de auto, dus weet je... Oh, dus is het mijn schuld? Nee, natuurlijk niet. Ja, dan... Als jij hier niet binnen... Hoofd? Hallo? God! Hallo? Geen reis meer voor jou. Ja, ik smaak er niet. Hallo? Het is helemaal niet gaar. Het is wel gaar. Ja, eet maar. De verpakking stond 6 minuten en ik heb het 6 minuten stond. Jij doet altijd wat op een verpakking staat of wat iemand tegen jou zegt. Maar wat moet ik dan doen? Ja, soms moet je ook zelf denken. Ik heb toch nagedacht. Sorry, maar ik weet niet wat daar mis mee is. Maar misschien is die van jou niet goed. Je moet ook een keer zelf... Die van... Hey, dat vind ik... Nou, proef jij dan. Kom maar. Proef maar. Kom maar. En? Laat de man eerst even kou. Het is niet gaar. Wacht, ben jij niet de... Ja, dat dacht ik ook, dat is hij. Jij bent dat weermannetje van RTV Utrecht. Heb ik jou iets gevraagd? Marcel Sterkenburg, inderdaad. Aangenaam. Pipech, Marcel. Pardon? Er staat weer een stomme vraag. Stel geen dat doe stomme je vraag. Elke dag. Ik stel de hele dag een normale vraag. Jij staat Marcel, altijd stomme Marcel, vragen. Vond jij net een stomme vraag? No. Vond jij net een stomme vraag? Wil je mij dan? Hey, kijk niet naar jou, want jij bent een felse kreet. Er staat een scoot in de scheur. In de scheur. De scheur. Ja. Kan jij nou nooit een keer normaal doen? Waarom moet jij nou zo'n keer gaan naar iemand bij? Ik wil niet dat jij zo met mij gaat praten. Oké, sorry. Stomme vraag. Oh,
heb hier zo lang op gewacht.